2, 3. Hoppa! Een hele goede middag. Het is al middag, na verklavertjes. En Christy kwam gisteren naar me toe en hij zegt: Kevin, omdat ik het heb gevraagd, en in ieder geval jullie hebben aan mij gevraagd van Kevin, spring eens met Chris het water in. Misschien dat jullie Chris willen zien naakt, ik weet niet wat jullie bedoeling is, maar ik spring vandaag met Chris het water in. Ja, dat horen jullie goed. Omdat jullie het hebben gevraagd en jullie hebben zoiets van: waarom is Chris er niet meer lang bij geweest? Heb ik zoiets en Chris ook van: vandaag gaan we het water in springen. Vandaag maken we gewoon een vlog voor jullie van Chris en mij. Wordt super leuk. Ik zou zeggen, blijf kijken en geniet van deze video. Ik ben nu bezig met een bootje, want dat bootje, ja, dat moet ook een keer klaar. De besturing, de bekabeling, alles erom en eraan, daar ben ik nu mee bezig. Ik heb alles eruit gesloopt uit deze boot, stuurlijk hier op de grond, zoals je kan zien. Helemaal gek. En wij vlammen hem gewoon. Maar vandaag is de dag dat jullie Chris en ik zien zwemmen. Ik zou zeggen, geniet ervan en geniet van het weer. Wappakee, van de auto naar Chris. Ik heb het jullie beloofd. Vandaag gaan Chris en ik het water in springen. Chris komt eerst naar me toe en die zegt: Kevin, nogmaals, we gaan het water in. Chris, het waterratje. Dus vandaag gaan we ook gewoon het water in. Davy gaat het allemaal filmen. Ik ga me nu omkleden, dat is ook heel belangrijk. En nogmaals, speciaal voor jullie. Jullie willen Chris zien, nou, dan krijgen jullie Chris ook te zien. En met deze, hier is Chris. Dus Chris, wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker in het water springen. En zo is het. Genieten van de dag. En plezier maken. Lekker man. Ik hoop dat jullie het tof vinden. We zijn omgekleed. Klaar op te gaan. Wij zijn nu op weg naar het strandje en we gaan lekker die Maas zingen. Oh, gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Het is ook lekker weer, maar niet echt dat je zegt zwemweer per se. Het is ook nog geen zomer, maar jullie vragen het en dan gaan we het ook doen. Hè. Hier is Chris trouwens. Chris, die hebben jullie al lang niet meer gezien. En ja, jullie vinden Chris blijkbaar echt een toffe pik. Dus die nemen we ook gewoon vaker mee. En nu gaan we naar de Maas toe en dan gaan we eens even kijken hoe lekker koud dat het is. Nee, we gaan niet kijken, we springen er gewoon in. Knop op lullen en doorgaan, actie ondernemen en dingen doen. En zo is het, en zo is het. Hallo. Goed gedaan, joh. Bij de Maas, we zijn bij de Maas. Wat betekent dat, Chris? Blijf aan. Lekker die Maas induiken. En zo is het. Lekker. Daar heb je een ding waar je vanaf kunt springen. Ik weet dat het heel ondiep is, dus dan moeten we nog even kijken hoe het gewoon is. Voorzichtig doen, we gaan gewoon lekker die Maas in. Ja. En jullie hebben Chris hier ontmoet. Hier hebben jullie Chris ook ontmoet. Hier is de ontmoeting van Chris was gewoon hier. En nu alweer zijn we gewoon terug bij hier. Ik zal mijn body eens even laten zien. Kijk eens hier. Ik ben nog niet zo gekleurd, maar dat maakt mij niks uit. Gespierd. We gaan lekker die Maas in, klaar. Ik ben een dunne slinger, maar wij gaan inderdaad de Maas in. Wappakee. De Chris is er al helemaal klaar voor te zwemmen. Al helemaal. Ik nog niet, ik ben nog bezig. Dat gaan we nu even doen. Ik pak de schoen anders even. Dadelijk als we heet die schoon, geven we elkaar een hand. Zo, we gaan even redden. Ik weet niet wat het is. Ik hoop dat je een boer hebt getoeterd, Rick, als ik zo. Dat is een hommel, man. We hebben een hommel gered, hè. Oh, gered. Dat is heel diep. Ik heb de steen nog in liggen. Waar kan je staan? Je moet zo niet springen, Fred. Wist je er al eens in gesprongen? Ja, toen wel, maar dan is de maat niet. Dus. Dat is gek, hè.
Hey, nou wie telbaar? Op. 'Christenvar! Die vang je bijna nooit! Oh, een hoog tot pien! We hebben een krist eraan! Zo! Er is ook nog een grote hoek nog! Ik kan het horen worden! Ik ga het niet verder aan! Oh, en die zijn groot. Die kunnen wel meters of twee weer. Wopzalke. Chris en ik zijn in het water geweest. En we vonden het lekker. Ik had het niet zo warm verwacht dat het water nu is. Echt waar. Ik ben nog even gevangen. Ja, 110 kilo hè. Dus, schoon naar de haak. Dat die hengel nog niet brak. Ik snap het niet, maar... Ik heb een Christenvaar gevangen. Hij heeft mij gewoon hier, het hondje zit er nog. En ze kunnen wel 2 meter worden. Het is ongelooflijk dat hij mij gewoon in de haak had. Ik snap het niet. En zijn hengel heeft het gehouden. En die zit hier in het water. Nog meer Christus. Die zwemmen hier allemaal. Af en toe heb je geluk en je ziet hem maar weer. Daar staat hij. En fishing is my life, hè? Fishing is zijn life. Fishing is my life. En dit is een kameraad van mij. Aangenaam, Kevin. Hoi. Ja, mooi. Geniet ervan. Geniet ervan. Wij hebben in ieder geval wel genoten, want noten zijn hartstikke lekker. Lekker. Ik wil van de mannen weten die nu kijken wat dit is. Wil ik nu weten. Niet de vrouwen, mannen. Ik reed hem bijna dood. We hebben de vogel het leven gered. Ik reed hem bijna dood. Ik dacht tegen, ik zeg tegen Kevin, kijk eens of hij nog leeft. Hij zat zo helemaal te truttelen zo. Wij reden op de weg en in één keer zagen we hem langs de weg staan. Ik zeg tegen Kevin, kijk eens of het dood is of dat, hopelijk... Drinkt hij water en gaat hij eten, hè? Want anders gaat het beestje dood. Er was ook geen moeder, helemaal niks in de buurt. Ik denk dat hij ook afgestoten is. Even groot maken weer, hè? Vroeger heb ik er al een paar gehouden en ik weet dat je al jong kan maken, maar het is zoveel werk. Ik zou mijn best gaan doen en we zullen kijken of die nog of die gaat vliegen dan. Ja, we zullen ook eens kijken, misschien nog een naam, dat we het beestje een naam geven. Naam van Klaver. We zullen het zien. Oké. Zo, dames en heren, ik film nu met mijn telefoon. Ik kan alleen helemaal niks zien. Ik zie mezelf ook niet. Er is net wat gebeurd helaas. Mijn telefoon is kapot. Nu moet ik mijn telefoon opsturen, die telefoon die ik in mijn handen heb, want ik film met mijn telefoon en niet met een camera. Normale mensen filmen met een camera, maar ik ben niet normaal, dus ik film met een telefoon. Zo gaat dat. Deze uitzending, die zien jullie nu. Alleen, wat het probleem is, ik kan momenteel geen beelden meer maken, want ik heb geen telefoon. Dus, wat gebeurt er nu? Alles wordt vertraagd. Ik zal misschien beelden maken, maar ik denk dat het niet gaat lukken. Dus jullie moeten gewoon afwachten wanneer weer nieuwe beelden komen. Ik hoop dat jullie me niet gaan verlaten als abonneetjes. Ik hoop het niet. Ik denk dat het een week duurt, misschien 2 weken voordat ik weer nieuwe beelden heb. Maar ik kom gewoon terug, dus handig tijd. Toch? Handig tijd, hè? Handig tijd. Misschien maak ik mijn broertje de telefoon leen, ik denk het niet. Dus handig tijd. Mensen, handig tijd. Jimmy, handig tijd. Zonde, hè? Handig tijd. Zullen jullie wel mooie shots maken van de telefoon? En in één keer hebben we weer beeld op de telefoon. Wel heel mooi, dat wel, maar die telefoon, ik heb er vanochtend voor gebeld en die wordt als het goed is morgen overmorgen opgehaald. Ik heb nog een vacatuurtje lopen die ik nog moet betalen. Dus dat gaan we ook gewoon netjes doen. Helaas maar waar,
Nogmaals, die beelden die komen iets later. Ik vind het echt jammer, maar ja, sommige vloggers die hebben nou eenmaal een telefoon kapot, een camera kapot. In ieder geval iets kapot. Wij hebben nu ook iets kapot en dat is de telefoon. We zullen zien hoe lang het gaat duren. En ik zou zeggen, jongens, blijf gewoon rustig genieten. En als ik kan filmen, zal ik mijn ding blijven doen. Als de politie komt, ga ik het natuurlijk ook filmen. Maar voor nu is het gewoon eventjes kapot. En helaas, ik zou zeggen, dit was misschien het laatste filmpje voor deze week. Voor deze twee weken. Maar daarna krijgen we weer hele leuke filmpjes. En ik ga die filmpjes gewoon inhalen. Al moet ik een week achter elkaar vloggen, dat maakt me helemaal niks uit. Maar die filmpjes die gaan we inhalen. Mensen, hardig. Hey.